Het is woensdagochtend. Het ziet eruit als een erg mooie dag. René, goedenavond. Het waren 2 weken met 2 feestdagen en het veranderen van de winter naar de zomertijd. Dat laatste, daar lijk ik dan geen last van te hebben, maar ik heb toch de afgelopen weken al het idee dat ik mijn bed niet uit te trappen ben. Dus misschien heb ik er toch last van. En zo komen we dan weer op de werkvloer aan. Alle tijd om jullie dan even te laten zien wat ik de afgelopen 2 weken gedaan heb. We staan in een parkeergarage in Delft en vijf is met de lift. Als is er ook al. Wij zijn in Delft. Waarom zijn we in Delft? Om Rachel de spaarpot leeg te maken, hè Rach? Rachel heeft gespaard voor Drakenlego. En bij Atembo in Delft is dat het voordeligst. Nou, de Lego bij Atembo is helemaal gelukt. Rachel moet het nu nog in elkaar gaan zetten. Ik hoop dat dat helemaal gaat lukken, maar dat gaat wel lukken, toch? Ja. Dat gaat wel lukken. Goed. Nu in Delft. Op de markt. We hebben nog... Wat, het stinkt hier? Ja. Nou, we gaan ondertussen terug naar de auto, want we moeten naar Zevenhuizen. Vanuit Delft naar Zevenhuizen, want we hebben voor de vakantie een dakkoffer geregeld. Gekocht. Gaan we kopen. Moeten we ophalen. Gaan we aan de zijkant lopen. Voor de auto. Want dan hebben we wat meer ruimte in de auto dit jaar. We hebben altijd alle jaren... Maar nog geen ruimte. En nu hebben we wel ruimte.